Ja, cool. Vanavond helaas een onnodige nederlaag. Maar wederom wel een doelpunt. En wat voorheen echt een schitterende omhaal. Wat ging er door je heen op dat moment? Ja, ik dacht ook wel van wat gebeurt hier. Was natuurlijk, ja, je gaat uit naar PSV en dan weet je nooit natuurlijk hoe het zal lopen. En dan komen we 1-0 voor. Dus dat was wel was top natuurlijk. En dat bracht ons ook goed in de wedstrijd. En wat je zegt, volgens mij een hele mooie goal. Was het wel een van de mooiere van je carrière of tot niet? Ja, was wel een lekkere natuurlijk. En ook tegen PSV, dat is ook mooi. Alleen uiteindelijk 2-1 verliezen, dat is wel natuurlijk zonde. Dus dan heb je er uiteindelijk niks aan. Alleen was wel, denk voor ons belangrijk in de wedstrijd. Dat we 1-0 voorkomen. En dan hebben we toch denk ik als team gewoon een hele goede wedstrijd neergezet. En tot het einde echt gestreden voor een resultaat. Ja, want PSV was best wel zwak deze wedstrijd. En er lag ook echt wel heel veel ruimte achterin. En er zat wel eigenlijk wel meer in, vind je ook niet? Ja, dat gevoel had ik ook. En we hoorden op een gegeven moment natuurlijk het publiek fluiten. Jongens ook een beetje geïrriteerd. En dan weet je wel, hier wil je ze hebben. En dan is het doodzonde dat je hem uiteindelijk zo laat tegenkrijgt. Maar ik denk wel dat we trots kunnen zijn op het team. Ja, dat zeker. Wat ons ook opviel is dat je eigenlijk vrijwel alle kopduels won. En dat eigenlijk tegen twee hele kopsterke tegenstanders. Ook verdediging kopte je de nodige ballen ook weg. Je speelde wel een lekkere pot volgens mij. Ja, voor mijn gevoel ook. En wat je zegt, volgens mij won ik veel duels. En de trainer gaf ook aan dat we iets sneller direct gingen spelen. En vanuit de tweede bal gingen spelen. Dus ik denk dat we dat goed hadden staan. En wat ik zeg, uiteindelijk is het wel zonde dat je verliest. Ja, en vandaag hebben we dus ons wel definitief veilig gesteld. Dat is natuurlijk wel fijn, want Emmen heeft verloren van AZ. Dus nog twee wedstrijden te gaan. En wat ga je deze wedstrijd nog aan de supporters bieden? Ja, ik denk dat we gewoon twee keer moeten knallen. Het is heerlijk natuurlijk dat Emmen verloren heeft. Dat we definitief veilig zijn. En nu moeten we gewoon twee keer, wat ik zeg, twee keer knallen. En proberen twee keer te winnen. En het seizoen gewoon goed afsluiten. Ja, Dierooy, vanavond een onnodige nederlaag eigenlijk. Wel na een tijd eindelijk weer een basisplaats voor jou. Hoe voelde dat? Ja, heerlijk natuurlijk. Als voetballer wil je altijd spelen. En ik moest sinds ik terug ben gekomen eigenlijk van de selectie op de bank plaatsvinden. En dat vinden we niet leuk natuurlijk. Ja, dat snap ik. Deze wedstrijd maakte de scheids wel een paar rare beslissingen. Zo kreeg jij ook een gele kaart, ja, die eigenlijk vrij onnodig was. Wat vond jij daarvan? Ik vond ook niet dat hij zijn beste wedstrijd verloot. Voor de rest is het gewoon een hele goede man, dus ik wil niet hier hem lopen afzeiken of weet ik veel wat. Maar ik heb hem ook gezegd, vorig jaar hebben we hem ook gehad tegen Twente uit, toevallig. Was het ook ongeveer zo. Was hij ook een beetje voor Twente soort van. Maar daar moeten wij ook niet te veel aandacht aan besteden. Uiteindelijk moeten we zelf kijken naar wat we doen natuurlijk. Alleen is het op momenten wel vervelend als scheidsrechter tegen je is. Ja. En je hebt nog eigenlijk een jaar een contract bij Fortuna. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Blijf je volgend jaar nog bij Fortuna? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Wat je zegt, ik heb nog een jaar. Ik weet niet hoe het gaat lopen, snap je? Zomer komt eraan, dan gaan dingen lopen. Misschien komt er iets interessants, misschien niet. Uiteindelijk wil je gewoon spelen. Vooral met mijn leeftijd wil je gewoon spelen. En dat wil ik gewoon doen op het hoogste niveau. Dus Fortuna is zeker een goede optie om te blijven, sowieso. Ik heb het naar mijn zin hier. Natuurlijk weinig wedstrijden laatst gespeeld. Maar ik zit gewoon goed hier, dus ik zou het zeker niet erg vinden om te blijven. En misschien kan je broer nog wel naar Sittard komen? Ja, dat is een optie. Hij wil natuurlijk niet in de KKD spelen. Dus, ik weet niet of jullie mijn broer een beetje kennen, maar het is een hele goede voetballer. Dus het zou een goede toegevoegde waarde zijn, zeker. Ja, dat denken wij ook. Ja. Volgende week nog een vol uitvak bij Excelsior. En dan nog een laatste keer knallen tegen NEC. Hoe zie je dat? Ja, twee leuke wedstrijden. We zijn natuurlijk blij dat we veilig zijn, offshore veilig nu. Voor de rest hoop ik gewoon dat we die twee wedstrijden gewoon lekker vrij gaan voetballen. En gewoon onze beste voetbal weer gaan laten zien. Wat je zegt, een vooruitvak. Die komen natuurlijk niet voor niks ook. Dus voor hen willen we natuurlijk ook gewoon het juiste doen. Nou, dankjewel.